De volgende video is Vuvuzela vrij. Toch niet dus. Yo, what up gasten. Welkom bij de tweede WK special van de Banjo Show. Ik ga deze keer beginnen met kijken naar de vorige wedstrijd. En dat was de wedstrijd tegen Denemarken. Ik ben voor Nederland en ik heb staan juichen voor het Deens doelpunt. Hier heb je een plaatje ervan. Op een plaatje zie je nu één Deen tegen de bal aankoppen. Helaas belandt die bal tussen de palen. En dat zette mij aan het denken. Hoe kan het dat Denemarken de hele wedstrijd goed verdedigt en dan alleen deze ene man niet dekt? Ik bedoel, kijk naar hem. Hij kan gewoon vrij koppen. Maar het is 2-0 geworden. Eén ding waar ik me trouwens wel aan ergerde was heel duidelijk. Tergende slechte commentaar bij de wedstrijd. Het ligt aan mij, maar ik wil informatie weten over de wedstrijd en niet over de stad waar ze spelen. Dus daarom heb ik zelf ook verslag gegeven. En geloof me, het is net zo zinloos als bij de wedstrijd. Ja, welkom terug. U ziet hier Bardo het stadion binnenlopen. Rustig aanloop, maakt rustig de koelkast open en hij gaat kijken. Hij weet niet wat hij moet kiezen, kijkt rustig om zich heen en daar ziet u de drank. Hij heeft dorst, hij heeft dorst. Hij kijkt voor groen, gaat hij groen nemen, hij pakt groen. Dan haalt hij hem eruit en hij kijkt erin. Oh, wat een prachtige beweging. Dat moet in slow motion. Kijk die beweging. Oh, wat een draai. Oh, prachtig. En dan, hij pakt oranje. Kiest hij voor oranje? Ja, hij kiest voor oranje. De deur netjes dicht, de dop er rustig af. En daar gaat hij hoor, daar gaat hij. De beker helemaal vol. Hij maakt hem goed vol. En dan spelen we vanavond tegen Japan. En dat is niet één keer, maar twee keer onze concurrent. Nu op het WK en voor het WK 2022. Nou, hun willen ook het WK organiseren. Maar wij ook. Ik persoonlijk hoop echt dat Japan hem krijgt in 2022. En dat Nederland hem krijgt in 2018. Want Japan heeft de hele wereld verzekerd dat het WK 2022 bij hun in 3D zal zijn. Dan is dat misschien niet zo heel speciaal. Maar ze willen ook gaan werken met hologrammen. Dus dat je eigenlijk gewoon naar de arena kan gaan of de Kuip. En dan zie je gewoon Nederland voetballen. In ieder geval Japan gun ik dat WK wel als wij 2018 krijgen. En nu was ik afgelopen week bij mijn oom. En die was zo vrijgevig om een boekje mee te geven. Vol met Japanse humor. Hier is hij. En als je hem openslaat dan zie je dat er niks in staat. Oftewel, mijn oom wil even zeggen dat Japanners geen humor hebben. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik bedoel, ik kijk veel Comedy Central en ook veel Takashi's Castle. Dat kan ik jullie allemaal aanraden. Japanners hebben echt wel humor. En dan nu door met de kijkersvraag van vorige week. Vorige week vroeg ik naar de uitslag van de wedstrijd en bijna iedereen heeft het goed. Ah ja, de winnaars staan nu onderaan in beeld. Ik praat ondertussen even lekker door. Want deze week heb ik een speciale prijsvraag. Ik mag namelijk deze cd weggeven. Als je deze cd wil winnen, moet je maar één ding doen. Hier beneden in de comments een getal gokken tussen de 0 en de 200. Aan de binnenkant hiervan heb ik een getal geschreven. Degene die als eerste het getal raad krijgt een bericht van mij, die heeft gewonnen. En dat was dan weer de Banjo Show voor deze week. Zometeen natuurlijk weer een samenvatting. Abonneer op mijn kanaal hierboven, geef de video een duimpje omhoog. En sluit ik af met de wijze woorden. Oranje tuinkabouter?